De omgevingswet met het omgevingsplan zit eraan te komen. En tot die tijd willen we het voor de inwoners van het landelijk gebied gewoon goed geregeld hebben. Het bestemmingsplan voor het buitengebied is vernietigd. Daarmee zijn alle oude bestemmingsplannen weer in werking getreden. 1 januari 2022 treedt de omgevingswet in werking en dan komt ook het omgevingsplan. Tot die tijd werken we met een tijdelijke oplossing in de vorm van een beheersverordening. Een beheersverordening is een soort bestemmingsplan. Het legt ook het bestaande gebruik vast en ook geeft het wat kleine bouwmogelijkheden. Voor u als inwoner van het landelijk gebied verandert er niet zo heel erg veel. U kunt de grond gebruiken zoals u op dit moment gewend bent. Wanneer u iets nieuws zou willen, dan kunt u het beste even contact opnemen met de gemeente. Met de vernietiging van een bestemming van het buitengebied hebben we te maken met meerdere verschillende en verouderde bestemmingsplannen. We willen weer toe naar een nieuw actueel plan op basis waarvan wij onze vergunningen wel of niet kunnen verlenen. U kunt meer informatie vinden over de beheersverordening op de website www.doetinchem.nl/landelijk gebied. Daar staan ook veelgestelde vragen en antwoorden. En staat uw vraag er niet bij, kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen te bereiken via 0314 377 377.